de waarnemend PG, het Openbaar Ministerie, is uitgekomen met een verklaring omtrent eigenlijk de acties van 17 februari, waarbij mensen zijn aangehouden. Meer dan 100 mensen zijn toen aangehouden. Er zijn meer dan 100 mensen, laat me dat even duidelijk stellen, zijn in verzekering gesteld. Anderen zijn heen gezonden, maar laat mij aangeven dat de mensen die zijn aangehouden en die in vrijheid zijn gesteld, dat ze vervolgd zullen worden. Dus het is niet zo dat, dat het Openbaar Ministerie niet verder zal gaan met de zaken. De mensen zullen allemaal voor de rechter worden gebracht. En er zijn afspraken gemaakt met de rechterlijke macht om inderdaad via een snelle rechtprocedure al deze mensen berecht te krijgen. Terugkijkend naar 17 februari. Mensen zijn behoorlijk angst aangejaagd. We hebben allemaal de beelden gezien van heel bange mensen. We hebben allemaal gezien het slecht voorbeeld dat daar gegeven is aan kinderen. We hebben kinderen, jongeren ook mee zien doen aan deze plunderingen. Het is helemaal geen goed voorbeeld. En nu nog hoor je stoere praat van ja, die slisie mag ook aan telefoon. U bent gewoon een crimineel. Toch, mensen die willen protesteren en hun misschien frustraties willen uiten over de sociale, economische omstandigheden in het land. Terecht, men mag protesteren, het is een democratisch recht. Maar mensen die misbruik willen maken van de situatie die gecreëerd zal worden, tegen hun zullen er wel ernstige maatregelen getroffen worden. En we hebben informatie. We hebben informatie over criminele intenties van mensen. We hebben informatie dat mensen criminelen worden geronseld om zich te vermengen binnen onder de actievoerders. We hebben informatie dat bijvoorbeeld cellenhuizen, gevangenissen zullen worden getarget om op een of andere manier een opstand te forceren. Dus al deze informatie zijn bekend bij de veiligheidsdiensten. En we gaan inderdaad wel hierop anticiperen en maatregelen tegen dat soort zaken treffen. Het is ook doorgegeven dat criminelen namaakuniformen zullen of dan hebben gemaakt om zo mensen te pakken op die manier. Dus al deze informatie zijn bekend bij ons. En we komen natuurlijk niet aan de intenties van goedgeaarde burgers, maar datgene wat fout zit, moeten we sowieso verwerpen en dat doen we ook. Kijk, en we hebben dat ook meegemaakt, we hebben dat gezien. Weet je, bepaalde mensen die bepaalde politieke intenties hebben, maar weet je, ook met criminele intenties lopen en andere mensen eigenlijk aanzetten om hun doelen te bereiken, te realiseren. Dus tegen deze mensen zullen er zeker wel maatregelen getroffen worden. Hetgeen wat op 17 februari is gebeurd, is onacceptabel geweest en heel veel ondernemers hebben schade geleden. Velen van de winkeliers hebben aangegeven dat zij normaal open zullen zijn. Zij gaan naast de veiligheidstroepen van politie en defensie, die zullen patrouilleren en de controle zullen uitvoeren, hebben de bedrijven ook aangegeven dat ze zelf ook voor hun veiligheid zullen zorgen. Bij deze doe ik dus de oproep aan de gemeenschap, aan jongeren. Laat u niet misbruiken. Toch, laat u niet misbruiken. Ik heb jaren terug
heb ik, ik was 16 jaar, 15, 16 jaar, tijdens die geen brood, geen schoolacties. We hebben gezien wat daar is gebeurd. Mensen hebben bollenwagens aangevallen. Mensen hebben vruchten gestolen toen. Maar wat we nu zien is dat mensen met televisies, met scooters weggaan. Het is stelen, toch? Het is stelen. U bent een crimineel als u dat doet. Dat heeft helemaal niks te maken met vreedzame protestacties voeren. En hiertegen zullen de veiligheidsdiensten optreden. Hiertegen zullen er maatregelen worden getroffen. Laat mij weer duidelijk aangeven dat men voorbereid is. We waren niet voorbereid op 17 februari, wat er zou gebeuren. Maar men is nu voorbereid en men heeft aangegeven dat hetgeen dat op 17 februari is gebeurd, 24 maart niet geaccepteerd zal worden. Men gaat voor hun eigen veiligheid zorgen. We weten allemaal, het is al eerder ook gezegd, dat protesteren het recht is van een ieder. Maar binnen de regels, dat accepteren wij ook. En de schade die er is geleden, er zijn mensen hebben fysieke schade geleden, psychische schade geleden, maar ook financiële schade geleden. En dat is er nog bij de mensen. Je ziet de angst nog bij de mensen. Maar hoe lang zullen zij dit accepteren? Dus zij hebben ook aangegeven, dat ook de winkeliers hebben dat aangegeven, dat zij zichzelf zullen beschermen naast dat zij met de politie en de militairen in contact zullen blijven met het ministerie van Economische Zaken.